Wat zit je nou door mijn video heen te praten? Oh fuck, ik dacht dat je tegen mij zat te praten. Nee, ik zit door mijn video. Oh, sorry. Hi iedereen, vandaag ga ik een nieuw apparaat voor jullie testen. Tenminste, voor mij is die nieuw. Ik liep laatst door de Mediamarkt en ik vind het dan altijd leuk om daar een beetje te neuzen. En toen keek ik bij de hairstyling tools en toen zag ik dit apparaat, de Babyliss iPro 230 Steam. En ik had echt zoiets van steam, maar hier zit dus een waterreservoir in en daardoor komt er ook echt gewoon stoom uit deze stijltang. Dat vond ik wel heel erg bijzonder en ja, ik dacht ik koop hem gewoon en dan ga ik hem testen voor jullie. Dus dit is mijn first impression video, want ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dat stoom dan extra toevoegt aan deze stijltang. Hier op de doos staat in ieder geval dat je maar één slag nodig hebt, dat het twee keer langer en dat het vier keer stijler is. Dus je hebt maar één slag nodig. Het blijft er twee keer zo lang in zitten. En het is vier keer zo stijl. Nou, op deze stijltang zitten dus een aantal opties. Zoals ik hier al liet zien, hier zit het waterreservoir. Hier zit een knopje release. En als je daarop drukt, dan komt het reservoir los. Ik moet wel zeggen, dit is het reservoir. Het is echt heel klein, dus er gaat niet zoveel water in. Dus ik ben echt benieuwd hoe lang die dan stoom afgeeft. Ik heb hem net even bijgevuld onder de kraan en naar mijn idee gingen er echt drie druppels in. Dus ik ben heel benieuwd. Aan deze kant van de plaat zie je een soort van streepjes. Dat zijn eigenlijk een soort van ribbeltjes. En met een knopje aan deze kant kan je die omhoog zetten. Dus nu voel je een soort van relief. En als je hem nog een tandje hoger zet, dan steken er echt een paar ribbeltjes uit. Dat dan een soort van functie heeft als een kam. Dus dan wordt het gewoon extra mooi en soepel door de platen heen gehaald je haar. Aan deze kant zie je nog meer knopjes. Dit is gewoon de aan-uit knop en een plus en min om de temperatuur te verhogen of te verlagen. En dit is de stoomknop, dus je kan ook bijvoorbeeld ervoor kiezen om helemaal geen stoom te gebruiken. Dit is middelmatig stoom en dit is veel stoom. Ik begin gewoon door op het aan-uit knopje te drukken. Hier meteen zie je dan wat groene lichtjes verschijnen. En je kunt dan zien, hij is aan het opwarmen, tot welke temperatuur hij dan aan het opwarmen is. Ik zet hem altijd vrij hoog omdat ik wat dikker haar heb en veel haar. Dus ik ga hem zetten op gewoon de volle 230 graden. En de stoomstand die staat ook full on. En omdat ik de stoomstand ga gebruiken moet ik hem 2 tot 3 minuten eventjes warm laten worden en op laten laden. Stond er in de gebruiksomschrijving. Dus dat ga ik dan even doen. Gelukkig zat er ook gewoon zo'n hoesje bij in de doos. En dat is wel heel fijn, want op deze manier kan je je stijltang gewoon makkelijk meenemen. Maar het is ook gewoon gemaakt van hittebestendig materiaal. Dus wat je kunt doen is je kunt hem openklappen. En hier kan je dan gewoon veilig je stijltang opbewaren. Dus ik vind het echt ideaal. En ik ga deze ook zeker gebruiken voor mijn andere stijltang. Nou, terwijl die aan het opladen is, ga ik mijn haar behandelen met deze heat protector. Deze is van Tresemme en hij heet Thermal Creations. En ik kocht hem in Amerika. Zo, wat ik ook nog wilde laten zien is dat er hier aan de binnenkant knopjes zitten. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dit is een wat harder knopje die uitsteekt. En dit is een wat zachter knopje. Die zit hier. En als je deze indrukt, dan komt er stoom uit. Je hoort het ook een beetje. Oeh. Maar omdat dit ene knopje wat harder is en die andere juist zacht en ingedrukt kan worden, ga ik ervan uit dat bij het dichtklappen van de stijltang de stoom wordt geactiveerd. Oh, je hoort het wel. Je hoort echt een beetje dat geluid wat je ook hoort als je aan het strijken bent met een strijkijzer die stoom geeft. Wat zit je nou door mijn video heen te praten? Oh fuck, ik dacht dat je tegen mij zat te praten. Nee, ik zit door mijn video. Oh, sorry. Geef het niks, ik zeg het wel even opnieuw. Je praat echt met zo'n stemmetje alsof je gewoon met mij aan het praten was. Oh nee, sorry. Sorry, babe. Maakt niet uit. Ja, ik weet niet of jullie het ook kunnen horen, maar als ik zeg maar zo mijn haren stijl, hoor ik echt zo'n soort geluidje. Ja, je ziet er ook echt stoom vanaf komen, maar je hoort ook echt zo dat geluidje. Hetzelfde geluid wat je hoort als je zeg maar aan het strijken bent met een stoomstrijkijzer. Dus dat is wel heel grappig om te horen. En ik moet zeggen, je haren glijden er wel echt soepeltjes doorheen. Het zijn ook lekkere brede platen, dus dat gaat gewoon heel erg goed. Ja, er komt er heel mooi glansend en stijl, maar goed, mijn haar was al stijl, eruit. Het is niet zo dat er echt heel veel stoom afkomt. Ik had wel verwacht dat er wat meer stoom vanaf zou komen. Maar dat valt dus eigenlijk nog best wel mee. Ik gebruik mijn stijltang eigenlijk het meest, of eigenlijk alleen maar, om mijn haren te krullen.
Deze platen zijn wel breed, dus ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga het gewoon even proberen. Dan weten we dat ook meteen weer. Dit is de manier die ik altijd gebruik. Dus ik leg mijn haar eroverheen, dan haal ik hem er doorheen. En dan trek ik hem naar beneden. Gaat iets minder soepel dan met een... Zo, oké. Okay. Oh. Oké, okay, ik heb wel een soort van slag, maar niet echt een krul. Het ging ook helemaal niet soepel. Dus ik denk dat misschien de platen er te gewoon er te breed voor zijn. Of dat hier aan de binnenkant zit een soort van gleufje. En misschien dat dat ervoor zorgt dat het gewoon niet helemaal goed gaat als je krullen wil maken. Nou, ik ben er inmiddels achter. Het is echt haast onmogelijk om je haren te krullen met de iPro 230 Steam. Wat ik heel erg jammer vind, want ik vind het gewoon wel fijn dat je met één styling tool, dus bijvoorbeeld een styletoon, en kan stylen en kan krullen. Waar ik wel achter ben is het volgende. Als je een beetje een soort van grove slag wil, dan pak je gewoon best wel een grote pluk haar. Dat moet ik er wel bij zeggen. Je kan hele grote plukken haar hier tussen doen. Dus dat is fijn. Vooral als je veel haar hebt. Dan ben je wat sneller klaar. En het uiteinde, dat krul ik dan. Dat breng ik dan zo. Dat krul ik dan een klein beetje zo. Het is niet echt krullen. Maar dat zorgt er gewoon voor dat je puntjes gewoon een beetje wat mooier naar binnen vallen. Kijk, het is niet helemaal super recht gesteld. Er zit iets meer golf en slag in. En dat vind ik dan wel weer heel mooi. Dus ik ga dat gewoon eventjes doen bij de rest van mijn haar. Nou, wat is nou mijn eindoordeel van deze Babyliss iPro 230 Steam? Hele mond vol. Ik denk dat het ten eerste gewoon heel cool is dat er een stijltang is waar stoom uitkomt. Dat is natuurlijk een hele leuke gadget en een hele goede marketing tool. Ik denk ook dat het zeker helpt bij het stylen van je haar. Want je kan best wel grote plukken nemen. Dus als je veel en dik haar hebt, is dat natuurlijk ideaal. En het is inderdaad wel zo dat hij met één stroke gewoon de hele pluk pakt en die gewoon heel mooi glad en glanzend maakt. Dus nogmaals, als je veel haar hebt, wat stugger haar en ook lang en dik haar, dan is dit natuurlijk ideaal. Want het gaat gewoon wel heel goed en soepel. En de platen zijn ook lekker breed, dus ik denk dat dat ook meehelpt aan het feit dat je gewoon hele dikke plukken kan pakken. Wat ik ook vind is dat het reservoir echt heel weinig water kan bevatten. Het is echt inderdaad, nou, ik weet niet hoeveel milliliter, misschien kan ik het nog ergens vinden, maar... Het is echt heel weinig. En als je dus veel haar hebt, dan heb je het dus nodig om het reservoir twee keer bij te vullen. Eén keer voor de ene helft van je haar en één keer van de andere helft. Dus dat is natuurlijk heel onhandig, omdat je telkens tussendoor het apparaat moet uitschakelen en weer opnieuw moet opwarmen. Als laatste vind ik het jammer dat je met dit apparaat geen krullen in je haar kan maken. Niet eens echt een hele goede slag ook. Ik heb het wel geprobeerd, maar dit is wel echt volgens mij... Een product dat voornamelijk bedoeld is om je haar te stylen. En dan denk ik dat dit voornamelijk geschikt is voor mensen die echt gewoon veel haar hebben, dik haar. En ook eigenlijk van nature geen stijlhaar hebben. Ik denk dat je hiermee heel makkelijk door je haren kan komen. Alleen ja, voor iemand met haar zoals ik, die eigenlijk het liefst een tool heeft waarmee ze en kan stylen en kan krullen. Ja, is dit gewoon geen hele handige tool. Maar ik vind het alsnog super super gaaf dat er gewoon stoom uitkomt. En ja, dat is gewoon een hele leuke gadget om te hebben. Nou, ik heb dit apparaat gekocht bij de Mediamarkt. Dit is geen gesponsorde video of iets. Ik heb hem gewoon zelf gekocht. De prijs en alle details die vind je in de videoomschrijving hieronder. Ook kun je meer gedetailleerde informatie vinden op mijn beautyblog beautylab.nl. Ik zou het super super leuk vinden als je zou willen abonneren op mijn YouTube kanaal. Dus vergeet niet op de rode knop te klikken. Ernaast staat ook een belletje, daar kan je op klikken en dan krijg je notificaties. Dus op het moment dat ik een nieuwe video heb geplaatst, krijg jij daar een melding van. Dus dat is ook heel erg handig om te doen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!